Bij een ongeval in de Marijkelaan in Ierseke is vanmorgen een 74-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Rond 7:30 is de vrouw door nog onbekende oorzaak tegen een betonwagen aangekomen. Ze zat vermoedelijk op de fiets. De plaats van het ongeval is door de politie afgezet met witte schermen. In West-Zeeuws-Vlaanderen was vanochtend een waterstoring. Volgens Delta zaten inwoners van Breskes, Groede, IJzendijken, Biervliet, Hoofdplaat, Filipine, Schoondijken en Waterlandkerkje zonder water. Delta laat weten dat de getroffen huishoudens rekening moeten houden met lage druk en bruin water uit de kraan. Zeeuwen gaan deze zomer het minst op vakantie van alle Nederlanders. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Zeeland in samenwerking met 1Vandaag. Bijna 40% van de Zeeuwen blijft thuis. Landelijk is dat 22%. Bij de helft van de ondervraagden is de economische crisis de reden om dit jaar niet op vakantie te gaan. Ruim 500 wandelaars uit Capelle zijn gisteravond als eerste door het nieuwe Jip en Janneke tunneltje onder het spoor gelopen. De fiets- en voetgangerstunnel verbindt de woonwijk Zuidhoek met het centrum van Capelle. De muren zijn door kunstenaar Gajan de Muink beschilderd met karakters uit de boeken van oud-inwoonster Annie M. G. Schmid. Heeft u tips? Bel ons of mail.